Goedemorgen, Alice hier met een nieuwe lijn van Studio Light. Het is even geleden dat jullie mij gehoord hebben, maar ik ga het weer eens even proberen. Het is niet heel uitgebreid, maar soms heb je een creatie gemaakt en daar kun je moeilijk foto's van maken. Dat lukt wel, maar dan kun je het niet helemaal de mensen laten zien. Dus ik denk, ik maak even een kort filmpje. Althans, we gaan het weer proberen. Dit is met de nieuwe lijn Let It Snow van Studio Light. Ik heb het boekje erbij even, want ik ben altijd dat ik gelijk mijn spulletjes opruim en in bakjes doe, netjes en alles. Dus dan gaat meestal de verpakking weg. En ik wilde dit toch laten zien. En ik heb met deze mal gewerkt en dat is de SLUS. CD377. En dat is deze. Ik heb hem hier netjes even uitgelegd. En dat is de creatie die ik daarmee gemaakt heb. Het zijn veel onderdeeltjes, zoals je ziet. En, maar wel heel leuk. Je moet even goed kijken hoe je hem dan in elkaar gaat plakken. Gewoon echt stap voor stap. Maar als je het eenmaal door hebt, is het gewoon heel leuk om te doen. Wat wel handig is, even als tippen, zitten veel kleine onderdeeltjes ook bij. En wat ik meestal doe, als ik dan daarmee werk, heb ik een magneet bij me liggen. Kijk, en als je dan zegt dit kleine, dan kun je hem daar eventjes op vastmaken. En dan raak je hem niet kwijt. Dus dat is wel altijd heel makkelijk om te doen. Ze zijn ook heel sterk, zie je, want hij pakt gelijk de andere mee. Nou, ik heb dus dit uitgestanst en dat heb ik gedaan met het papier wat erbij, wat erbij hoort. En dat zijn twee paperpads, de groene tinten en de rode tinten. Echt wel heel gaaf papier, ik zal eventjes wat laten zien. Het is bedrukt, maar je hebt ook in de kleuren heb je een effen. En dat is natuurlijk voor deze mal ook wel heel fijn. Dus die heb ik gebruikt. Ik heb hier de blauwe gebruikt, de blauw-groene. Turquoise is eigenlijk ook een beetje mijn kleur. En er zitten ook mooie plaatjes bij, zoals je ziet. Dat zijn de paperpads. En dan heb je ook nog met paper elements. Kijk, allerlei plaatjes in dezelfde tinten. Zoals je ziet heb ik al wat dingetjes gebruikt. Maar dat is echt gewoon ideaal. En dat is van de Let It Snow lijn. En dit is de SLISDCB27. Ik ga het nog wel op Facebook plaatsen met wat foto's. En daar zal ik alle artikelnummers bij zetten. Dan kun je dat ook nog even terugkijken. Nou, dus ik heb dat met dat papier gedaan. En dan is het altijd, kijk, als je dan de tekker uithaalt, is het heel leuk om een achtergrond ook te hebben. Niet te druk, want hij is natuurlijk al best wel druk zo met al die plaatjes. Dus dan maak ik die achtergrond. Ik zal dadelijk even een stukje laten zien hoe ik dat doe. Kijk, en dan heb je die plaatjes heb je er dan op. En dan kun je mooi die tekker inschuiven. Dat is altijd een beetje lastig als je dat zo moet doen. Kijk zo. En dan heb ik de andere, heb ik ook gewoon dezelfde achtergrond, anders wordt het te druk. En de plaatjes erop geplakt met uitlaten steken op het flapje. Zodat het inderdaad wel een leuk geheel wordt zo. Deze heb ik dan zo gemaakt. En dan met de plaatjes uit dus de Paper Elements boek. Netjes de kantjes afknippen. Kijk, normaal doe je ook wel het papier de randjes kleuren. Maar dit, omdat het natuurlijk ook veel met dat wit is, dan is dat eigenlijk het mooiste om dat zo te doen. Wat ik wel doe, is de tag dubbel uitdraaien, zodat ik de achterkant ook heb. Want dan is hij iets steviger, anders is het wat slapper. Kijk, en dan heb je hem zo. En dan heb je aan de achterkant ook natuurlijk netjes afgewerkt, want dan kun je hem zo neerzetten. Ja, dat kun je dan natuurlijk zo moeilijk zien. Maar je kunt hem dus zo plaatsen. Je kunt hem ook zo dicht doen, maar dan is hij een beetje dik in dit geval. Omdat ik ook die sneeuw en alles opgedaan heb. Dus deze heb ik zo gemaakt dat je hem zo neer kunt zetten. Dus dat is met die mal gedaan. En die plaatjes. En dan, dan heb ik er nog eentje. Daar heb ik een ringetje aan gemaakt. Die hebben we uiteraard ook van Studio Light. Een strikje eraan.
Kijk, en deze die kan dus dan een beetje dichtgemaakt worden. Ook niet helemaal, want dan heb je ook hetzelfde idee. Hierbij heb ik weer een mal gebruikt. Die laat ik jullie dadelijk ook nog even zien. Kijk, even zo, want anders ben ik misschien niet in beeld. Kijk, dat is met takjes. En dan ook de plaatjes ook weer uit laten springen. En hier heb ik op de achterkant heb ik designpapier gebruikt. Dus dit kun je dan zo doen en dan kun je mooi of een lintje aan. En ik vond het wel leuk om die ringetjes eraan te doen. En dan kun je hem zo ook neerzetten en geven aan iemand. In een envelop kun je hem beter natuurlijk open doen. En ook deze blijft uiteraard zo staan. Dus dat is wel heel grappig. Dan ga ik dit even wegdoen. Want dan wil ik nog even wat dingetjes laten zien. Maar je gaat altijd alles zoals je ziet in bakjes met de naam erop. En deze paste eigenlijk net zo niet. Maar hij kan wel in de deksel dat hij dan wel goed blijft liggen zonder dat hij verbuigt, zeg maar. Dus dan heb je het mooi opgeruimd. Maar ja, daar kan de verpakking niet bij. Dus die doe ik dan meestal wel weg. Nou, de schablonen die komen uit de Christmaslijn van Studio Light. En deze die ik gebruikt heb. Deze, oh, dat is met de blaadjes, zie ik. Dat is de andere. Dacht ik mooi alles klaar te hebben liggen. Wacht even, pak ik hem even, want dan kan ik hem jullie... Want er zijn inderdaad drie. Daar heb ik deze voor gebruikt. Kijk, zo kun je dat goed zien. Dat is de Essentials Collection Masks, ook voor Studio Light uiteraard. En dit is de SLES Mask 154. Die heb ik dus op deze kant. Kijk, daar heb je de blaadjes. Heb ik gebruikt. Dus die is heel leuk om daarvoor te gebruiken. Er zijn verschillende nieuwe masks, wat echt helemaal super is. En dan dit zijn de kerst, Christmas. En dan heb ik dus voor deze... Ga ik hem weer eventjes openmaken. Heb ik deze takjes gebruikt. En dat is de. En deze is ook heel mooi. Die heb ik ook al eerder gebruikt. Dat hebben jullie ook gezien, denk ik. SLES Mask 115. Kijk, die kun je mooi als achtergrond. Want als je dat gewoon, vind ik, alleen maar het papiertje gebruikt. Dan is het te saai. Maar ga je de dingen op plakken, wordt het weer te druk. Mijn mening, hè. Iedereen die heeft natuurlijk de manier van werken zoals ze dat willen. Wat ook handig is, wat ik even wil laten zien, dat zijn de glue dots. Die zijn ook nieuw. En dat is gewoon heel fijn om kleine dingetjes op te plakken. Want dan heb je, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Kijk, aan deze kant zitten dan van die rondjes. Misschien kun je het zo zien dat het een beetje schittert. En dan kun je gewoon met het papiertje zo oppakken. En dan kun je het gelijk opplakken. En blijft heel goed zitten. Heb je in twee maatjes... En de ene is 4 mm, de andere 8 mm. En de code hiervoor is SLES Glue Dot. Dus Glue D01 en 02. Dus echt wel heel handig om in kleine dingetjes op te plakken. Dan ga ik deze even verwijderen. Want dan wil ik jullie even dat met het schabloon laten zien. Kijken of dit... Het beste is. Kijk, ik heb een kaartje uitgestanst even van de mal. En dan gebruik ik in dit geval de Distress Oxide Speckled Egg. En dan heb je dus die twee hele handige tools. Dat is ideaal. Nou, dan pakken we dus even een mask. En dan zal ik die bloemetjes pakken, die jullie het goed kunnen zien. Die leg ik er dan op. Waar is mijn... Klein bordje. Dat is altijd wel makkelijk, want dat schuift natuurlijk snel. Ik hoop dat je zo, want ik heb hem natuurlijk boven mijn hoofd. Dus even kijken of ik nog, ja, toch wel redelijk in beeld ben, denk ik. Kijk, dan leg je hem dus zo. Kan ik hem met de magneet weer een beetje vastleggen, wat natuurlijk altijd wel heel makkelijk is. En dan pak ik met de tool, ook van Studio Light, die heb je in twee maten. Je hebt een grote. Een kleintje en een grote. Ik heb alleen voor dit de kleintjes, want het zijn natuurlijk kleine vlakjes. Nou, dan pak je wat inkt op. En dan is het een kwestie van vasthouden. En kijk, en dan doe ik vaak dit hier tegenaan, want dan kun je weer nieuwe pakken.
Anders blijft het heel schuiven. Zo, kijk, nou kan ik even een stukje, want het is maar even om te laten zien wat het doet. Kijk, want je hoeft hem natuurlijk niet helemaal vol te doen. Schoonmaken doen we dadelijk wel. Kijk, dan heb je hem zo, maar dan heb je wel een rustige, mooie achtergrond. Deze kun je schoonmaken, daar is een toeltje voorbij. Dan kun je nat maken en dan kun je hem hierop schoonmaken. Maar er zijn toeltjes met verschillende kleurtjes. Dus dat kun je ook daarvoor blijven gebruiken. En dan kun je hem ook aan de keukenrol afpoetsen. Even kijken, dan maken we dadelijk schoon. En wat we dan ook nog hebben is een toeltje met van die kleine kussentjes die vervangbaar zijn. Er zitten ook losse setjes bij dat je dus alleen dit hebt, want je hebt een aantal houdertjes. En dan kun je dus heel makkelijk, als het nodig is, in dezelfde kleur de randen doen. Zo. Kijk, zie je? Dat is het verschil. Dus dat zijn de handige tools. Dan heb ik de sneeuw nog niet laten zien. Die laat ik nog even. De effect snow, die hadden we vorig jaar al. En die is gewoon echt ideaal. Ik ben dan wel snel iemand dat ik niet dotjes doe, maar ik doe het dan met een spatel uitpoetsen, zeg maar. Want dan pak ik, ik kan het nog even een stukje laten zien. Dan heb ik zo'n ijzeren spatel en dan doe ik gewoon een beetje sneeuw zo hier opbrengen. En dan kun je aan randen of dat je zegt van ik wil op plekjes, wil ik wat sneeuw. Kijk, dan kun je de randen ook met sneeuw bedekken en dan is het niet zo dik. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon, als je het nodig vindt, zo een dikkere slier doen. Werkt uitstekend zuinig, omdat het gewoon in zo'n flesje zit en met zo'n fijn dotje, puntje erop. Dus dan is het ideaal. Nou, dus dat wilde ik even laten zien. Ik ga ze ook nog plaatsen op Facebook, zodat jullie dat nog even rustig kunnen bekijken, hoe de dingen in elkaar zitten. Even netjes om als. Ik moet altijd even kijken dat hij niet omvouwt. Nou, dit zijn de twee die ik gemaakt heb. En met deze lijnen. Dus echt helemaal top. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het wel even weer spannend om te doen. Want het was een lange tijd geleden. Maar ik hoop het in de toekomst toch weer wat vaker te doen. Want hier word ik altijd wel een beetje blij van. Misschien tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Dag!